Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Tim van Alles Over Crypto en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Dus fijn dat jullie er weer zijn en laten we vooral samen kijken naar de Weekly Market Update. Het is weer een interessante week geweest en vooral de dag vandaag, dus laten we kijken wat dat allemaal te betekenen heeft. Voor ons zien we Bitcoin US dollar one day chart waar we normaal gesproken beginnen. En hier zien we dat Bitcoin een mooie stijging heeft gemaakt vandaag door de eerste trendlijn van het neerwaartse kanaal waar we ons de afgelopen dagen in bevonden. Het volgende obstakel voor Bitcoin is de trendlijn die is ingezet sinds de daling van 69.000, waarna we 50.753.000 tegenkomen. Hiertussen is een sterke resistance zone gevolgd door de major resistance van 53.000 zelf. Zolang we daaronder zitten en daar nog geen sterke daily, at least weekly close boven hebben gemaakt, zitten we helaas nog steeds in een grijs gedeelte van de markt waarin niemand precies zeker weet wat er nou eigenlijk te gebeuren staat. Daarom zijn we op het moment wat terughoudend met trades delen en traden in general omdat de kans dat we naar 40.000 gaan nog steeds significant aanwezig is. Totdat we dus een goede close boven 53.000 hebben. Mochten we wel omdraaien en toch weer richting de 40.000 gaan, dan hebben we supports op 46.000, 43.000 en de 40.000 zelf. Dat is waar we op het moment rekening mee houden binnen Bitcoin. Vervolgens gaan we naar Ethereum, US dollar one day chart as well. Hier hebben we een falling wedge waar Ethereum doorheen aan het breken is. Na een mooie bounce weer hier, in de, hier van de support van 6300 ongeveer. En de major weekly support slash resistance rond, nou ja, het zal zijn, 3950 tot 4000. Het liefste zien we hier een mooie daily close boven en het liefst boven de 40.500. Dat zou helemaal prachtig zijn. Dan heeft Ethereum namelijk de higher timeframe trendlijn weer mooi terug weten te pakken. Is het uit de falling wedge gebroken en ziet het er goed uit voor de nabije toekomst van Ethereum, mocht Bitcoin geen al te gekke dingen doen. Dan is de volgende resistance die we tegenkomen op 41.50/60 ongeveer gevolgd door 4400 en daarna tegen de all time high van 4800. Iets erboven. Mocht Ethereum zich omdraaien, dan hebben we nu de major weekly support weer bij ons van 3950, vervolgens 3600 en dan hebben we een support op 3400, maar dan zijn we ook de major trendlijn weer kwijt. Daarnaast, als we deze twee samengooien, dan krijgen we Ethereum Bitcoin One Week. Hierin zien we dat Ethereum dus uit de, uit de symmetrische driehoek is gebroken. Vervolgens helemaal door de resistance van ongeveer 0,076 tot 0,085 is gebroken. En hier weer langzaam in terugkwam. Het ziet er naar nou uit dat Ethereum aan het range is net onder die 0,085, wat goed is, want hopelijk komen er dan, raken de sellers dan vermoeid, waardoor buyers weer in kunnen sappen en Ethereum rustig door kan gaan naar goed boven de 0,085 en uit kan komen op 0,01 tot 0,01 of 0,1 tot 0,105. ,01, <tot 0> Dat is de volgende major resistance en hier tussen zit als het goed is ook nog een volume gap waardoor het redelijk snel door kan stijgen. Het geval hiervoor zou kunnen zijn dat Ethereum harder stijgt dan Bitcoin over de komende tijd bijvoorbeeld omdat Bitcoin hier tussen vast komt te zitten terwijl Ethereum de ruimte heeft om verder te groeien. Het zou ook kunnen zijn dat Ethereum alleen verder groeit en dat het de markt verder achterlaat. Dat zien we ook terug in de total market cap. We hebben namelijk een support gevonden rond de 2 biljoen, trillion in het Engels. En we komen weer in de buurt van de neckline van 2.4 van deze cup and handle. Het geval om deze terug te nemen zou zijn dat dus de markt verder herstelt, dat bitcoin verder groeit. Of dat bitcoin dus blijft rangen op het moment. En dat Ethereum zelf heel hard verder groeit. Oeh. Verder hebben we ook de bullish trendlijn nog steeds niet doorbroken, waardoor we nog steeds in een opwaartse trend zijn voor de crypto market cap in zijn algeheel. De all-time high staat op het moment op 3,012 biljoen, wat de volgende major resistance is. Na de resistance op. 2.4 van deze neckline hier. Aan de andere kant hebben we een support op 2 biljoen en 1.782 biljoen. Als we dan verder kijken naar de markt in het algeheel, zien we dat er heel langzaam weer iets meer vertrouwen terugkomt. We zijn over de afgelopen drie weken dus van 21 teruggegaan naar 27 en van Extreme 4 terug naar gewoon angst. Over het algemeen is dit een goede indicatie voor de nabije toekomst. Omdat Extreme Fear vaak aangeeft dat we een goed koopmoment hebben, historisch gezien. Dat zien we hier ook in de Crypto Fear and Greed Index. Over de afgelopen jaar ongeveer. Afgelopen jaar. We zien hier bijvoorbeeld over de zomer dat het dus ook een goed moment was geweest om te kopen. In hindsight, omdat ook de angst. Heel erg hard in de markt zat. Dus voor nu ziet het er op zich goed uit. We zijn nog uh, voorzichtig rondom Bitcoin, omdat we dus nog niet het belangrijke niveau terug hebben. Ethereum ziet er goed uit. Mogelijk dat die altcoins met zich meeneemt, maar dat gaan we zien. En dat is hoe wij op het moment naar de markt kijken. Dus wees voorzichtig nog eventjes, wees niet meteen al te overjoyed dat er, dat er weer groen in de markt is en dat er weer geld binnenkomt in de markt, maar let nog eventjes op en hopelijk zien we dan binnenkort een recovery van de markt en anders zijn we voorbereid mocht dat niet zo zijn. Succes verder, wens jullie een fijne week en hele fijne dagen en tot volgende week. Joe